weet je nog dat er ooit een periode was dat we bang waren voor Spanje met z'n allen? Die tijd is nu zo lang geleden. Hé jij! Kijk niet, zo zuur, het is er tijd voor een oranje avontuur. Voetbal van Banjo, dat zie jij in de WK-show. Hey, yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe WK-show vanavond tegen Chili. En ik heb ook goed nieuws, deze week is de hele WK-show scherp. Ja, graag gedaan, vorige week was het zo onscherp. Maar deze faalhaas heeft wel geld gewonnen door de wedstrijd van Australië. Boom! 36 cent, ja. Yeah. Ik heb dus 2 euro ingezet en ik heb daarmee 2 keer 18 cent gewonnen. Boom, 2,36 euro in de pocket. Maar vanavond spelen we dus tegen Chili. En ik was heel erg benieuwd, wat zou de man op straat weten van Chili? De man op straat. Hallo mensen van Bayern Movies, ik ben Rick van Serpent Gameplay. En vandaag ben ik hier weer met een nieuw verslag van de Nederlandse gedachten. En vandaag gaan de Nederlandse gedachten over het Chileense voetbalelftal. Dit is het voetbalelftal van Chili, wat kan u daarover vertellen? Nou, allemaal jonge kerels. I think they are very passionate about hockey. I think they're also very good. But I'm afraid I don't know. Ze zijn geen familie van elkaar, ze lijken niet op elkaar. Dus. Oké, okay. Kan u allemaal opmaken uit de foto? Australië. Dat is een strikvraag, goed gedaan. Welk land is het? Geen idee. Australië. Je meent het. Is je favoriet onderwerp? Nee. Wat is je favoriet onderwerp? Paarden. Oh. Ook niet. Nee, maar gedag. Gedag. Zijn jullie maar bezig? Even stoppen met filmen. We zijn vragen aan het stellen over voetbal. Filmen. Ja, stoppen met filmen zeg ik. We zullen nu ons interview buiten verder moeten zetten, aangezien we door een hele groep conducteurs het station uitgezet zijn. Dus vanaf nu zijn we buiten. Yay! Mooi elftal. Ja. Hebben ze dezelfde shirtjes als Brazilië? Nee. Nee. Het is namelijk het wel Australische elftal. Oh, het Australische elftal. Maar ik vond ook al dat ze erg op Brazilië leken hoor, dat geef ik je. Ja, ja hè? Mag ik je wat vragen stellen? I don't speak Dutch. Waarom niet dan? Huh? Waarom niet? What did you say? What do you speak? A bit of English, a bit of Spanish. Buenos dias. Buenas tardes. I don't live here. English, you can you talk to me. Ja, laat hem maar hoor. Ja hoor, dat was hem alweer Rick op straat om de mening te vragen van de mensen. Logisch, waarom zouden we hem anders op straat sturen? Jezus Bardo. Maar ik denk dat we vanaf Rick heel mooi door kunnen gaan naar prachtige vrouwen in het publiek. Serieus, dit is een item wat ik heb verzonnen puur voor jullie. Kijk mee, want het zijn allemaal mooie voetbalvrouwen in het publiek. Ik kan zeggen wat je wil, maar maakt niet uit wat ik nu ga lullen. Je blijft toch wel kijken, want deze vrouwen zijn zo mooi. Wie zet deze mensen in het voetbalpubliek? En nu kunnen we wel gaan huilen met z'n allen hier in Nederland. Van oh mijn god. Er zaten geen Nederlandse vrouwen tussen, Bardo. Maar wij hebben wel Rihanna die ons steunt. Kijk naar deze tweets van haar. Tijdens de wedstrijd Nederland-Australië was zij volop aan het tweeten over Nederland-Australië. Dat ze echt wou dat Nederland ging winnen. En godzijdank wonnen we ook. Ik zeg niet dat dat dankzij Rihanna is. Maar toch, het is leuk als een keer iemand anders over Nederland twittert. Een echt, echt bekend persoon. En dan geen Carice van Houten, Geert Wilders of Matthijs van Nieuwkerk. Nee, fucking Rihanna. Ik vind dat wel cool. Maar als je echt wil weten of Nederland vanavond een kans maakt, ja, dan moet je gewoon een potje FIFA doen en dat doen wij in... Wat zegt FIFA? Ja, en voor de duidelijkheid, ik ben Nederland, Yuri is Chili. Hallo, ik ben Chili. Lopen! Nee, helaas. Ja. Het is wel realistisch. Ja, en nu? Ja, dat ik bedoel dat het heel slecht is. De verdediging! Ah! Ja! Yes! Denk je nou eens op met je tweede speler? Nee! Ja! Ja! Mijn eigen goal! Wat, Yuri? Wow! Mop, nog één keer. Wat? De hark! Holy shit! Waarom staat je verdediging met 3 man in de goal? Denk jij? Oh! Denk jij? Zo mag de tweede helft beginnen. En hallo, Louis! Je bent de held! Mijn honden beginnen met een blaffen. Oh jezus zeg! Die was wel nice! Ho, goal? Nee. Stop de dit is weer zo'n lucky strike. Nou jongens, het spijt me, ik heb het weer verneukt. Aan de positieve kant, vorige week zaten we er ook naast. Toen zeiden we 3-2 voor Australië, maar het werd 3-2 voor Nederland. Hoe je het ook went of keert, aan het einde van de dag, wij Nederlanders hebben al een stukje verloren. Namelijk onze fucking waarde! Ja, die waarde van ons is al lang weggevlogen sinds de Roy Donders reclame.
dames. Dat Roy Donders juichpakken maakt voor de Jumbo vind ik nog niet eens zo erg. Maar dat je gratis veren kan krijgen bij de Plus en dat kinderen ook echt voor de Plus staan te wachten voor die veren. Om dan nog maar te zwijgen over de sambaballen van Gordon. Hoe kan het, Gerard Joling en Gordon? En dan heb je nog de derde topper, René Vroger. Jazeker, hij doet nog een keer een reclame voor de Jumbo, die met Roy Donders. Alle nummers die uitgebracht worden tijdens het WK, die gaan niet over Brazilië, nee, die gaan over Rio de Janeiro. Ik ben best wel benieuwd hoeveel mensen nu andere steden kennen uit Brazilië buiten Rio de Janeiro om. Jongens, dit is slechts mijn visie over alle kutreclames op tv, maar we hebben nog een andere visie en dat is de visie van de bankhangers. De visie van de bankhangers. Yo, Tommy boy, vet dat wij een keer bij mij gaan kijken. Oh, goeden dag, Bardo, lang niet gezien. Wat? Bardolf. Ja? Sorry man, je bent tot 2 jaar niet op Banjo Movies geweest. En ik kijk het WK eigenlijk altijd samen met Thomas. Nee, dat doe ik jij niet. Aan video misschien, maar in real life. Oh, dan kijkt hij me. Wacht even, zei je nou daarnet, das doe ik jij niet? Haha, jawohl, ik heb een inburgeringscursus gegeven in Limburg, hè? Vroeg de Mongool! Vroeg de Mongool, dat is uit Brabant, niet Limburg, je weet wel, New Kids. Aber wat is das? Das New Kids. Oh, ik snap nu alweer waarom ik je niet meer mocht. Door die inburgeringscursus praat je nu niet alleen gebrekkig Duits, je praat ook nog gebrekkig Nederlands. En dat is niet zo chilly. Oh! Ja, grappig. Oh, ja. Waarom ben jij hier eigenlijk? Oh, omdat Duitsland es wunderbar macht, niet hoor? Nou ja, het is weinig verschil. Ik bedoel, Thomas die juicht ook nooit voor Nederland. Maar we moeten wel iets zeggen over Chili nu in de bankhangers. Nou, Chili, das will ich nicht essen. Hè? Hè? Dat wordt het niveau. Ja, had dan iets gezegd als Chili is net zo lang als mijn... Puntje, puntje. Oh, dat weiß ich. Chili is net zo lang als mijn... Stoomlocomotief. Oké, stop maar. Oh, dit soort opmerkingen zijn hard, grof en overbodig. Het gaat niet eens over Chili. Weet je wat? Ik ga die wedstrijd zo in mijn eentje kijken. Ik ga nu gewoon eerst even rustig douchen. Nein, Bardo! Zal ik iemand zagen over die douche? Nein. Alfred, het medium. En vanaf de bankhangers gaan we direct door naar ons medium, Alfred de Steen. Zoals je kan zien ligt vandaag Alfred op een balk. Hij gaat naar beneden vallen en hij gaat een van de glazen breken. Gaan we winnen, gelijk spelen of toch verliezen? Misschien vraag jij nu wel af, Bardo, hoe ga je hem dan laten vallen? Nou simpel, bij voetbal hoort natuurlijk... Vliegen bier! En daarom gaan wij vandaag bierflesjes gooien op Alfred om hem te laten vallen. Let's go! Alfred, 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 God, Alfred, Alfred. En de uitslag is gelijkspel. Oh. Nou jongens, het is dus duidelijk. Nederland gaat vandaag gelijk spelen tegen motherfucking Chili. Het betekent dat we groepshoofd zijn geworden. Yeah! Dit is alleen wel de voorspelling van Alfred de Steen. Er zijn ook nog voorspellingen van de YouTubers en dat zometeen in het eindscherm. Veel plezier! Ik weet echt niet of Chili kan voetballen. Volgens mij wel. Volgens mij kunnen we nu wel voetballen. Dus daar spelen we gelijk tegen. Dat is 2-2. Na een 2-0 voorsprong geven we het weg. Chili, die maken we gewoon echt finaal af. Het wordt echt 4-0, want volgens mij kunnen ze in Chili echt niet voetballen. Aangezien mijn vader uit Chili komt, dat betekent dat ik half Chileen ben. Dus vanavond ben ik natuurlijk voor Chili. Fuck Nederland. Weet je? Goed, Chili gaat winnen. 5-2. Klaar. Dus dat wordt niet. Ook al maakt het niet zoveel uit. Nederland wint vanavond voor Chili met 2-0. Ik kan er niks anders van maken. Het gaat van optimisme. Belangrijk. We maken Chili con carne van jullie.